Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik een nieuwe episode van Zoo Tycoon 2 de Derp Zoo. Dit is episode 4 volgens mij, ja. En wel, vandaag gaan wij het plein maken wat hier moet komen. Dus ja, in de volgende episode, of nou in de vorige episode moet ik eigenlijk zeggen, hebben we dit wolfverblijf gemaakt. Dus ja, eens even kijken, laten we maar eens even hiermee gaan beginnen. Even kijken, oh mijn god, we hebben de drachtige nelkrokodil, geweldig. Maar ik moet eens even kijken wat ik hiermee wil doen. Wat ik eigenlijk wil doen is, ik wil hier iets van planten doen ofzo. Ik wil hier in het midden ook iets van planten, zodat het een mooi ja, park wordt. Ik wil hier eigenlijk iets van een ja, zitplein maken, zeg maar. De boom in het midden en een kraapje eromheen. Dus ja, ik moet nog even kijken precies waar ik dat allemaal ga doen. Hier ga ik ook een speciaal plekje maken voor de dierenverzorgers. Waar ik de uitkijkpost neer ga zetten voor hun. Ik ga het strothuis er neerzetten. En mijn dierentuin is bekender geworden. Geweldig. Dus ja, maar goed, laten we eerst maar eens even dat gaan doen, denk ik. Want wel, dan hebben we dat met z'n klaar. Ik ga deze poepjes en zo even weghalen. Oké. Okay. Kraampjes, ja. Huisjes, even kijken. Goed, nu moeten we in principe alles wat ook maar met dierenverzorgers te maken heeft gaan plaatsen. Dit ik gaan we niet doen. Dit is voor fossielen en zo. Dat is erg pointless. Ik ga nog wel een keer een... ik zit eraan te denken om... als dit seizoen helemaal is afgelopen, want ik ga gewoon door met Zoo Tycoon 2. Tenminste, als jullie het dan nog leuk vinden. Dan ben ik van plan om een Jurassic Park te gaan doen. Dan heb ik ook een plan om iets van dieren downloads te gaan doen of zo. Moet ik even kijken of dat nog allemaal wel werkt en zo. Want dat is allemaal veranderd. Dus ja, dan heb ik allemaal dino's. Dan ga ik Jurassic Park back downloaden en zo. Dan gaan we proberen om een soort van Jurassic Park-achtig iets na te maken. Moet ik even kijken. En als het niet werkt, dan gaan we gewoon met de uitgestorven dieren werken die hier in Zoo Tycoon 2 zitten. Dus dan gaan we alleen maar uitgestorven dieren zitten. En jullie mogen natuurlijk ook weer allemaal dieren gaan achterlaten dan. Maar goed, dat is nog heel ver weg. We moeten eerst dit maar eens even gaan doen. En ik heb geen wc in de dierentuin, want dat doen we ook straks wel. Even kijken, goed, we moeten eerst even dit gaan doen. Wel, we doen dit ding... ja, dat doen we hier zo. En wel, dan pakken wij even iets erbij. Dan pakken we even de heg, want wel, we gaan die toch nog even blijven zetten. Dus doen we het even zo. Ja, oké. Okay. En hup, oké, okay, dat is in principe dat. Even kijken, oké, okay, dit is in principe allemaal wel goed. Pad, dat is hier, pad loopt daar langs. Dus hier komt wel een verblijf. Hier koopt zeker een verblijf. Ik weet alleen nog niet van wat. Ik ga me denk ik in de volgende episode wat laten. Nel, krokodil, kan niet bij kortsmatig. Oké, weg met die rotzooi. Zo. Oh, dodo. Oh, dodo. Baby dodo. Baby dodo. Baby, baby dodo. Baby dodo. Ja, ja, ja. Ik moet ophouden om te zingen. Goed, baby dodo dus. Oh, kijk eens zo. Twee dodo's. Oh my goodness. Oh, halleluja. Halleluja. Dat is wel cool. Je ziet zo'n beam van light. Zie je helemaal zo. Dat is wel chill. Dus ja, twee baby dodo's. Dat is wel chill. Onze dodo kudde, die breidt dus enorm uit. En ik zei dus wel, die beestenplant is gevoerd als konijnen. Even kijken. Goed. Dan moeten we dit even gaan doen, hè? Even kijken. Ja, dit is allemaal heel leuk en aardig. Hier gaan wij dit maken zo. Nee. Oké, okay. Anders konden de mensen in de dierentuin. Dat zou wat zijn, hè. Goed, doen wij dit hier, ja. Daar moeten we even iets van gras hebben. Grasland. Dan doen we lekker gras hier zo. En dan plaatsen we dan bomen in en alles. Ik moet nog even kijken wat ik er allemaal in ga plaatsen, maar... ja, ik vind dit echt wel een hele mooie boom van die olifantenoren. Dit vind ik ook, ja, doen we dit soort bomen. Deze vind ik echt enorm cool. Doen we zo, hier redelijk symmetrisch gaan we het maken. Kijk, dit is toch gewoon episch dit. Ik, ja, dat vind ik nou echt gewoon super cool. Berken. Nee, geen berken. Even kijken. Ik wil even kijken. Zullen we hier nog meer bomen bij doen? Of zullen we hier iets van allemaal planten gaan doen? Ja, sure, doen we daar gewoon planten. We hebben echt enorm veel planten. Doen we wel even een steen natuurlijk. Steen zijn altijd leuk om te hebben. Kijk, een soort rotsteunachtig iets. Zo, stenen. Het boeit me niet dat het uit de kreupelhout komt. Even kijken, goed. Paardenbloem, onkruid, jee. Groene villig, tuurlijk. Oh, maar jezus, dat moeten we niet hebben. Dat is die shizzle van, wat je maar call it. Het weghuis, ja, kan er ook wel bij. Nee, dat kan er niet bij. What the fuck is er mis met dit? We laten het gewoon. We laten het gewoon. Plaatsen we even alles voor me van die stomme hazia's. En dan gaan we daar gewoon weer overheen met grasland. Die dingen komen uit Tundra. Kijk, want die zijn gewoon hartstikke leuk. Kijk, dat zijn gewoon mooie bloemen. Dus ja, die passen hier gewoon goed.
Wat is dit nou weer? Een groene velg. Wat is dit? Dit is raar grasspul. Dat is ook niet wat. Ik wil kleurrijke bloemen. Dat zijn perkjes. Dat wil ik niet. Dan doen we wat van deze ding hier zo bij. Hup, 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 hup. En dan doen we dat van al. Fakkelgraas kan er ook op bij. Dat is een groen topetplant. Die wil ik er niet bij hebben. Zo. Nou, eens even kijken. Hoe staat dit? Ja, dat staat wel enorm leuk. Moeten we even dit weer een beetje beter maken. Zo. Ja. Goed, zoals volgt. Dus, oké, okay, we hebben hier nog allemaal van die vrouwtjes, bloemen en zo. Is allemaal wel super mooi en alles. Even kijken, maar ik doe dit zo. Ja, die dingen zijn wel grappig. Doen we er ook bij. Zo, ik moet er wel een beetje op gaan letten met planten natuurlijk. Bamboe. Bamboe is episch. We plaatsen er allemaal bamboe in. Omdat bamboe gewoon master is. Oké, daar kan ook nog bamboe. Dan maken we dit even weer. Die rotsteen kan wel weg. Wat bamboe plaatsen en wat lelies kunnen die niet. Oké, prachtig. Nou, kijk eens even. Dit is toch gewoon. Dit is. Dat is toch mooi. Dat is echt mooi. Kijk, dan heb je die hele ingang hier zo. Ik vind het echt super episch. Even kijken, ik ga hier ook weer doen natuurlijk. Even kijken of witte lelies. Oh, die lelies zijn prachtig. Al die lelies zijn leuk. Daar zie je allemaal lelies in en zo. Samen met bamboe natuurlijk. Want wel, bamboe moet gewoon overal komen. Omdat bamboe gewoon de bom is. Even kijken. Oké, okay, zo. Wat zijn ze allemaal dan aan het doen hier bij mij? Mijn god. Even kijken. Dan hebben we hier nog. Oh, dit is ook wel. Oh, dit is ook wel leuk. Doe op de plek van die stomme lelies. Zo stond ik staan, dus wat dat betreft. Oké, okay, wel de café en niks. Even kijken. Is dit ook leuk? Ja, sure, ziet er ook wel grappig uit voor de tuin. Nou, eens even kijken. Goed. Nu wil ik hier eigenlijk iets van een fontein doen. Even kijken. Dan moeten we hier. Waar moet dat bij zoeken, de godsnaam? Oh, hier. Oké. Okay. Hier hebben we de fonteinen. Nou, we hebben een olifant. Holy shit. Dat is een beetje groot, hè? Wow, dat is wel epic. Even kijken. Zit het hier ook in het midden in? Ja, dit is precies het midden, lol. Of niet? Ja, kijk. Dit is precies het midden. Maar nee, ik wil daar eigenlijk een plekje maken. Doen we dat eerst. Oh, de krokodil gaat ook een ei leggen. Wel wat leuk allemaal hier, zeg. Goed, even kijken. Ik wil natuurlijk wel dat de bezoekers er nog langs kunnen. Lijkt me logisch. Oké. Zorgen dat ze een driepad hebben. Ja, dat is prima. Ik denk dat ik dit ding weg moet halen. Ja, weg met dat scheetgeval. Oké, er is nog een driepad. Dus ook, huppakee, doen we dit zo. En dan dit weg, dit weg. En dan moeten we nog even kijken wat we hier precies allemaal gaan doen. Zal ik dit gewoon weghalen? Ja, misschien halen we dat weg. En dan moeten we nog even kijken. Dan halen we dit ook weg. Zo. En wat we dan hier gaan doen in de hoeken, is daar gaan we boompjes plaatsen. En waarom gaan die mensen niet weg? Mensen, willen jullie alsjeblieft even weggaan? Kan ik jou ook oppakken? Ja, dat kan. Weg jij. Zo. Hek, hek, hek. Nee, waarom plaats ik daar nou een hek? Waarom plaats ik daar nou een hek dan? Wat is dat nou, Ronald? Wat is dat nou? Oké, daar nog een hek. En dan hier nog een hek. En daar nog een. Nee. Daar nog een. Ja. Dit weg, dit weg. Dit en dit. En daar komen dus bomen te staan. Ik zit eraan te denken om dezelfde bomen te planten die we hier hebben. En dan klik ik er nog even op. Kopiëren. Draaien. Hey. Gewoon omdat het cool staat. Kijken. Grasland, grasland, mooi zo. Het zijn ook graslandbomen, dus komt wel goed uit. Oké. Goed, oh, dit moet ik nog even openmaken. Oh, dat is het pad. Lol, 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 lol. Dat moet niet weg. Dit moet wel weg, zo. Nou, en dan gaan we hier kraampjes plaatsen. Gaan we nou doen. Kraampjes, kraampjes. Waar zijn mijn kraampjes? Kraampjes zijn hier. Goed, wel hamburgertent. En een kebabkraam. Sure, en een hotdog tentje. Oh mijn Jezus. Hotdog tentje, ja. En een koffiestalletje. Oké, zo. Kijk, dan kun je hier gewoon iets kopen. Dat is altijd wel leuk. Nou, dan kun je hier ook wat planten natuurlijk. Even kijken. Ja, hè? We kunnen. Ja, sure, doen we een sushi bar. En dit is allemaal het gezonde spul. Sushi bar, broodjeskraam. Niet dat het broodje gezond is, maar whatever. Saladekraapje. Kan ook wel bij. En natuurlijk frisdrank. Water doen we niet. Want water is voor watjes. Goed. Ik wil hier eigenlijk. Tja, doen we daar nog een boom bij? Of wat wil ik daar maken? Oh, daar kunnen we vuilnisbakken neerzetten.
Vuilnisbak, vuilnisbak. Waar zijn de vuilnisbakken? Vuilnisbakken, vuilnisbakken. Oh, wacht. Ja, nee. Oké, nee. Laten we eerst maar even de tafels en stoelen neerzetten. Zo, oké. Bijdraaien. Oké. Doen we er daar één. En dan doen we er daar één. Doen we er daar één. En dan doen we er daar één. Doen we er daar één. Doen we er hier één. Doen we er hier één. Doen we er hier één. Doen we er daar één. Kijk toch eens. Kijk, en mensen kunnen er gewoon doorlopen. En wel, dit staat gewoon episch. Even kijken, dan moet ik alleen nog even de vuilnisbakken bij elkaar rapen. Hé, kijk eens aan. Bam, zo. Wat een mooi plein. Ik vind het. Ah, dit is prachtig. Dit is zo wonderschoon. Even kijken. Ja, ik vind het echt gaaf hoor. Ik vind dit echt mooi. Even kijken, ik wil hier eigenlijk nog wel wat. Oh ja. Wacht, die moet ik hier nog ergens hebben, of niet? Ja, kijk eens aan. Hier. Standbeeld van de tijger. En in het standbeeld van ieder van de vage aap. Kijk eens even, dat is toch episch, jongens. Ik moet nog wel even ergens een pinautomaat neerzetten. Waar zal ik de pinautomaat neerzetten? Want mensen moeten natuurlijk wel pinnen, hè? Even kijken. Oh, wacht, er is ook ergens een souvenirwinkel. Die wil ik hier doen. Souvenirshop. Waar is de souvenirshop, jongens? Waar is de souvenirshop? Restaurant. Nee, souvenirwinkel. Hier. Dat levert ons enorm veel cent op. Niet dat we dat nodig hebben, maar het is gewoon cool. Sure, doen we zo. Plaatsen we daar nog bomen. Ja, zo. Bomen. Staat wel episch. Bomen, zo. Bomen. Bomen bij de souvenirshop. Oké. En dan moeten we het hek omheen doen, natuurlijk. Zullen we daar hek omheen doen? Nee, doen we gewoon lekker touw omheen, zo. Sure, dat staat wel episch. Kijk eens even, jongens. Oh, wacht. Dan moet eigenlijk dit ook mee, hè? Even weghalen, dus. Oké. En dan moet die ook weg. Dit is echt een lekkere lange video. Maar ja, dat moet wel even, natuurlijk. Want we moeten het plein gaan maken. Zo, oké. Nou, even G-mode. Kijk, dit is toch cool. Dan heb je al die bomen hier. En dan kun je je souvenirs kopen. Hallo, meneer. Ik wil graag. Ik wil die tijgerknuffel daarboven. En wel, hier is dus dat plekje waar je lekker kunt zitten. Kijk, dit is echt cool. Je hebt die parasollen en zo. Bezoekers hebben weer. Ja, dat dacht ik al. Zal ik hem niet op de grond gaan poepen en piezen? Vind ik alles best. Ik moet wel even een goed plekje daarvoor vinden, natuurlijk. We kunnen daar. Oh, wacht eens even. Wat ben jij in godsnaam aan het doen daar? Nou, nee, whatevs. Daar. Sure. Twee. Twee toiletten, oké, genoeg. Doe er twee pinautomaten naast, kunnen de mensen allemaal gaan pinnen. Ik vind het prima. Meer dan prima zelfs. Hé, en dan kunnen we hier eventueel nog wel dit neerzetten. Zo, kijk, moeten we even een beetje mooi bijdraaien. Zo doen we hem. Dat is dat stuk, dus dan moet hij daar of hier. Doen we hem hier. Dan moeten we nog wel even dat andere geval hebben. En die moet dan op de buitenste staan. Oké. Dus. Daar. Wat nou meer toiletten? Er zijn toiletten! Oké, Jesus. Dan moet ik nog wel meer toiletten gaan plaatsen, denk ik. Of is dit zat? Is het genoeg? Ja, dat is wel genoeg. Als we nu nog gaan zeuren, dan is het GG. Dan zie ik al wat ik doe. Eens even kijken. Goed, wat moeten we nu nog doen? Dit is een souvenirkraapje. Even kijken. Hé, wat is dit? Oh, zo'n headset kiosk. Oh, die is wel leuk. Plaatsen we die hier? Want mensen vinden dat echt enorm leuk. Dit is dan voor de kinderen. Zo, dan kunnen ze op de foto. Volgens mij heb ik alles. Het thema's ding. Nah, dood. Even kijken. Ik moet even wat anders afvinden. Daar is nog zo'n ding voor. Zo'n klein thingy-majig gevalletje. Even kijken. Is die hier? Wacht, staat hem? Nee, dat is hem niet. Zo'n vaag ding. Waar is dat ding nou dan? Bezoeken ze bij meer toiletten? Nog! Holy shit, man. Even kijken. Dan moet ik dus een grote plaatsen, denk ik. En dat past hier. Holy shit, man. Dat is wel erg groot. Dat is wel erg groot, jongens. Waarom moeten de mensen zoveel naar de wc dan? Wat slaat het nou op? Staat allemaal in de rij voor de toiletten. Even kijken.
Oh my god. Oh my goodness. Holy shit, wat is dit? 100ste bezoekerslintje. Oh my god, ja, dan moet ik echt wel voor mijn toiletten gaan zorgen. Maar ja, wat moet ik ze neerzetten dan? Oh my god. Even kijken, oké, okay, zetten we er hierheen. Dat wil wel. Ga nou weg dan, stomp 5. Ik moet hier het toilet plaatsen. Oké, okay, daarin. En, ja, doen we het daarin. Ik heb geen plek voor die grote toiletten. Dit moet wel genoeg zijn. Even kijken. Goed. Wat kunnen we nog meer doen vandaag? Oh ja, ik was aan het zoeken naar zo'n klein entertainers. Uitleg, rondleidingsding. Even kijken, is die hier? Nee, die staat hieronder. Zo. Ja hoor. Erg grappig. Ik zoek zo'n ding. Waar is dat ding nou dan? Dat ding dat irriteert mij altijd omdat hij daar staat. En waarom kan ik hem nou niet vinden? Dan staat hij toch hier. Zo'n kraapjes. Waar is dat scheidding? Nou, perfecte system dan niet, jongens. Nou, eens even kijken. Volgens mij hebben de mensen nou wel genoeg toiletten. Ja, kijk, ze hebben er 1, 2, 3, 4. Nou, is goed. Nou, jongens, ik ga nog even over het plein lopen. Dan ga ik de episode afsluiten. Oké, okay, zit het doorloopverblijf, dat is niet eerlijk. Wow, de dierentuin heeft nu echt gewoon swag gekregen. Maar goed, jongens. Tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Voor de volgende episode moeten jullie even wat achterlaten. Wat voor dieren ik moet plaatsen. We zijn nog helemaal niet klaar. Ik moet nog meer afvalbakken plaatsen. Even kijken. Right there. En right there. Dus jongens, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. We hebben een plein gemaakt deze episode. Hartstikke leuk. Dus ja, voor de volgende episode laat weer het hierin achter. En wel, dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij meer Zoo Tycoon 2 Derp Zoo. Dus ja, laat de mensen...